Als er één moment was waarop je heel goed kon zien hoe bijzonder en hoe mooi cultuur in actie is, dan was het wel op 4 mei in het theater Na de Dam, dat op nationale televisie eigenlijk een heel programma werd uitgezonden waarin kunst, cultuur en eigenlijk alles wat ons energie geeft, maar ook ons tot aandenken of tot nadenken eigenlijk aanzet, zichtbaar werd. En ik ben heel blij met de volgende gast, Jair Stranders, dat je hier aan tafel bent geschoven. Jij bent de man eigenlijk achter eigenlijk heel theater Na de Dam. Eén van de. Maar ja. Ik zet je even op dat podium neer. En laten we daar maar gewoon. We kunnen over heel veel dingen gaan hebben, over hoe de cultuursector nu uitziet, over hoe erg je het vindt en niet. Maar laten we het. We moeten het ook positief houden. Hoe was dat voor jou om zo om te schakelen en vervolgens zo'n heel programma eigenlijk op televisie, Theater Na de Dam, alsnog door te kunnen laten gaan? Ja, nou, het was een omschakeling, maar wat misschien wel goed is om te vertellen. We zijn al 10 jaar bezig met Theater Na de Dam. Dit was de 11e editie en het is klein begonnen in Amsterdam in 2010. Het is uitgegroeid tot vorig jaar 2019 op 4 mei meer dan 120 voorstellingen door heel het land. Dus het was ook toen niet alleen maar één ding. Nee. En dan komt 4 mei eraan. En sinds de coronamaatregelen was het, wanneer kan er wel of niet een theater open? En op een gegeven moment was het duidelijk, dat gaat niet gebeuren op 4 mei. Dus we moesten al een beetje nadenken, gaan we alternatieven bedenken? En al heel snel, en dat was geen eens vanuit ons, maar ook vanuit alle betrokken theatermakers, directeuren, artiesten, was er het gevoel, we moeten iets doen op die 4 mei. We kunnen nu niet die ene avond opeens voorbij laten gaan, omdat we niet de theaters in kunnen. Ja. We kunnen toch wel alternatieven bedenken. Dus je merkte dat we al heel snel, ook tegen alle theatermakers waarmee wij in contact zijn, zeiden, doe iets. Maak iets waardevols voor die avond. En dat was geen eens een opdracht, want iedereen wilde dat. Ja. Dus de omschakeling was wel van, zoeken naar vormen, maar al heel snel was het er. Ja. En ik denk ook, wat dat betreft was het, laten we zeggen, een geluk bij een ongeluk dat het maar één avond is. Want een theater moet gewoon zijn deuren sluiten. Ja. Maar je kan wel als directeur van een theater zeggen, of je niet opeens met publiek, maar voor die ene avond gaan we wel iets bedenken dat we toch die avond van waarde kunnen zijn. Ja. Dus daar, dat was ontzettend mooi om dat te merken. Die veerkracht in eigenlijk die hele sector. De noodzaak om iets te maken. En het mooie is dat er dus heel veel gemaakt is. En je hebt ook een filmpje bij je. Ja. Een hele aftermovie is er gemaakt. Precies. We hebben een filmpje bij ons waarin we toch even kunnen genieten van alles wat we gezien hebben. Ja. Neem ons even mee. Wat je hier ziet, dit is bijvoorbeeld bij de Sloterplas in Amsterdam-Nieuw-West. Het filmpje is voornamelijk uit Amsterdam, omdat de cameraman dus die dag daar rond kon lopen. Vanwege corona. Er zijn heel veel projecten bij Theater Na de Dam van zeg maar de 120 zeg maar vorig jaar. Ja. Een derde daarvan zijn voorstellingen die gemaakt zijn door jongeren. Ja. Onder begeleiding van professionele theatermakers. En die jongeren hebben oudere mensen gesproken over hun herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dus mensen die jong waren in de oorlog, die dan vertellen over hoe het was in de stad of buurt. Nou, hier zie je bijvoorbeeld op de Pont in Amsterdam. Ja. Is er dus een alternatieve vorm. Zijn er allemaal verhalen die ouderen vertelt hebben aan jongeren vormgegeven. Ja. En als je als reiziger dus op de Pont stond, dan hoorde je dat verhaal. En net had je een audiotour van verhalen uit Amsterdam. Ja. Dit is wel bijzonder. Dit is uit Den Haag gemaakt. Die hebben een tafelkleed gemaakt dat rondgestuurd werd naar mensen. Dat kon je voor weinig geld kopen. Ja. En daar was een heel verhaal op met allemaal QR-codes. En kijk, dan zie je dus op je iPhone kon je dan weer verder in verhalen duiken. Interactief tafel. Dan kon je met je gezin thuis zitten. Ja. En dat was Theater Na de Dam bij je thuis, noemden we dat. Omdat je niet naar de theaters kon. En zo kon je dus op bijvoorbeeld hier teksten lezen die de afgelopen jaren geschreven zijn. Die kon je dan thuis met elkaar die theaterteksten lezen. Dus in plaats van dat je naar het theater ging, kon je eigenlijk de herdenking zelf als performer en publiek uitvoeren. En het zet ook aan tot het gesprek ook aan tafel. Precies. Dus dit gebeurde op heel veel plekken. En we weten wat dat betreft niet hoeveel plekken dat echt is gebeurd. En wat je hier ziet is wel bijzonder. Ja. Dit is niet alleen maar de herdenking op 4 mei, maar dit was de uitzending die we konden maken. Ja. En we hebben altijd op 4 mei laat een uitzending, wat een soort overgang van 4 mei, 5 mei is met de NOS in de Schouwburg. Maar dan niet een lege Schouwburg, maar met allemaal het publiek dat daar zit. Dat kon niet. Dus we konden niks live doen. En toen hebben we bedacht, we moeten iets bijzonders doen. En we is ITA, Internationaal Theater Amsterdam, NOS en wij. En toen hebben we een prachtig programma kunnen maken met de grootste artiesten en acteurs van Nederland. Om toch die avond van betekenis te kunnen laten zijn. Ja. En, dan merk je dus hoe iedereen, dus dit is net zoals hier een studio. Een studio waar met alle maatregelen men afstand houdt en toch iets heeft gemaakt. En dit was dan niet live. Dit is dus van tevoren gemaakt, omdat het echt niet anders kon.
Maar ja, dit zijn een aantal voorbeelden. Maar je moet je eens voorstellen, bijvoorbeeld die jongerenprojecten. Maar dit, ja. Heel, ja. Want we zien een enorme reeks aan grote namen. Jean-Claude McCroy, allerlei artiesten. Van direct is ook iemand. Nou, echt, je kan niet zo gek bedenken of ze deden mee. Maar dat heb je in een no time eigenlijk moeten regelen. Want het is niet dat je. Dit soort grote dingen worden meestal jaren van tevoren voorbereid. Ja. En dat heb je. En hoe snel moest je dit wel niet. Dat was in een paar weken. En, een paar weken. Ja, en Inger Stam, die bij Theater Naar de Dam werkt, die doet al jaren ook de productie van die uitzending met de NOS. Dus dan heb je de NOS als productie, dus de redactie en productie. En dan wij. En we zijn al wel gewend de afgelopen jaren van, oh ja, we zoeken artiesten voor die uitzending. En nu was het alleen meer en een andere context. Ja. Dus in no time schakelen om dat te doen. Maar je merkt vooral bereidheid. Dat was niet groot eigenlijk? Zei iedereen meteen ja? Of was ja, eigenlijk wel, ja. Dus als het zodat het mogelijk was, kon je helemaal gaan. En, en hoe wordt dat dan? Ga je dan eerst heel lang aan de tekentafel zitten? Of is het gewoon, hup, iedereen die ideeën heeft, zet maar uit. En, nou, het is wel een secuur proces geweest. Want je zit natuurlijk op primetime. Ja. Maar het gaat over de herdenking. Dus je probeert op een goede manier na te denken. Want kijk, liedjes die vertellen zeker een verhaal. Maar je wil ook echt iets vertellen. Je wil ook tekst hebben of iets over de geschiedenis vertellen van die herdenking. En Ivo van Hoven, die heeft eigenlijk de regie gedaan. Dus daar is input vanuit verschillende kanten gekomen. En er is een soort lijn uitgedacht van, ja, hoe zorgen we ervoor dat we en aandacht besteden aan de situatie waar we voor het eerst in 75 jaar als samenleving ons in bevinden. Ja. Dus opeens moeten we allemaal herdenken, onze vrijheid. Ja, precies. Dus hoe kunnen we daar iets mee doen? Hoe kunnen we ook recht doen aan de herdenking? Aan vertellen over de geschiedenis? Want dat is ook wat Theater Naar de Dam steeds zegt. Die voorstellingen die op die avond spelen, die moeten echt te maken hebben met de periode van de Tweede Wereldoorlog. Om echt een duidelijk afzetpunt te hebben. En dan, wat betekent het dan weer voor nu? Dus die lijn hebben we met elkaar vormgegeven. En dan komt er iedereen met input. En dat is dan, ja, met muziek en met teksten, wordt dat uiteindelijk dat. En ja, er is één voordeel. Er kon 2 dagen opgenomen worden. Het hoefde niet live. Nee. Twee dagen opnemen. Ik bedoel, dat klinkt alsof het appeltje eitje was. Nee. Deze door iedereen keihard gewerkt. Ik wou net zeggen, dat is voor mij ook wel wat de cultuursector laat zien. Dat het zelfs als eigenlijk alles niet meer mogelijk lijkt te zijn en alles op een handrem wordt gezet en ondernemingen worden gesloten, dat de cultuursector een weg vindt om creatief, met creativiteit, toch een oplossing te vinden en dan zoiets neer te zetten. Je gaat zo meteen ook, neem ik aan, je handtekening op de muur zetten. Gelukkig wel. Namens wie en waarom? Nou, ik denk eigenlijk namens al die mensen die op 4 mei dus iets hebben gemaakt, gespeeld. Ja. Dus de directeuren die gezegd hebben, er stond iets geprogrammeerd bij ons, maar we gaan die acteurs eerder vragen om daar een podcast van te maken. En dan gaan we dat via onze website uitzenden. Maar ook die acteurs die dat allemaal gedaan hebben. Al die jongeren, dat zijn er meer dan 400, die dus op 4 mei een voorstelling hebben gespeeld. Of dus niet gespeeld, maar iets van tevoren gemaakt hebben. Ja. Die ouderen die ze gesproken hebben in al die plekken in Nederland. Want die zijn ook betrokken. Die hebben ook mee die voorstelling gemaakt. Die zijn onderdeel geweest van die voorstelling. Al die acteurs die in alternatieve vorm iets gedaan hebben. Deze mensen van ITA, van de NOS, deze artiesten. Ik probeerde een soort optelling te doen. Ik denk dat ik rond en nabij de 1000 kom. Misschien wel iets meer. Welke dus getal zetten we neer? Ik denk 1000. Ik vind 1000 een heel erg mooi getal. Ik zou bijna zeggen, daar mogen we vast voor applaudisseren hier met z'n allen en ook de kijker. Ik zou zeggen, dank dat je ons dit gaf. Dank dat je die 1000 extra mensen op het plein erbij gaat zetten. En dat betekent dat we op ruim 356.000 mensen op het plein staan met z'n allen. Op het digitale plein. Ik zou vragen aan jou, loop naar de muur toe, zet je handtekening. En heel veel dank. En ik hoop tot snel in een knuffelbare context waarin wel handen gegeven worden. Ja, en succes hier met dit fantastische. Dank je wel.